Yo beste kijkers van DWV's Team, welkom bij weer een gloednieuwe video. We beginnen deze video ietsje anders dan normaal. We zien in onze statistieken dat bijna 60% van onze kijkers nog niet geabonneerd is. We moeten nog minder dan 1500 abonnees voor het einde van het jaar en dan gaan we alle drie schermen met je kou. Kleine moeite en klik even op het abonneerknopje. Deze video is geschoten met de oude camera, waardoor de kwaliteit iets minder kan zijn dan dat jullie van ons gewend zijn. Maar de komende weken komen er nog hele vette afleveringen aan van Carpervissen door Nederland tot Carpervissen met. Zelfs een Frankrijk video. Laten we beginnen met deze video. Yes, het is eindelijk een beetje opgehouden met regenen. Het zonnetje breekt door en we zijn bezig met de hengeltjes klaarmaken. Heeft mijn grote vriendin toch een vuilniszakje meegenomen? Daar heb je een vrouw voor. Ah, scherp, scherp. Wie neemt zo'n dingen mee? Ja, normaal gesproken wij altijd zelf wel, maar ik heb deze keer toch vergeten. Maar mijn grote vriendin neemt toch mee. Dan moet je kijken wat een trui ze aan heeft. Dus haar aan de kant. Oh, yeah, yeah, yeah. Present, present, je team. Hé? Hey? Klaar om vissen te vangen. Oh! Yeah. Nou, we waren al super blij met het zonnetje dat een beetje doorbreekt. We krijgen ook nog een dubbele regenboog. Die tweede zie je niet zo goed. Ja, prachtig hè, prachtig. Ja, dat is mooi. Ze maken mooi. Wat mee is vissen. Nou, we gaan vandaag niet moeilijk doen. Ik heb een onderlijn van 15 centimeter. Vissen met twee tijgenoten uit de Platina Partomix van tijgenotenkoper.nl. Nou super, kind kan de was doen. Ik heb ongeveer 10 centimeter van de onderlijn gestript en de laatste 3 centimeter niet gestript. Doe ik voor de perfecte inhaking. Kijk, hoppa. Dan haak ik gelijk het handje in. Wat wil je nog meer? Haken zijn vlijm en vlijmscherp. Het onderlijntje gaat de bak in. Kijk, hoppa. Het loodje leg je aan de midden. Dit leg je aan de zijkant. Heb ik hier de Platina Partomix. Betaald uit mais, tijgenoten en boekweit. Doe ongeveer 1 handje erop. Gaat de onderlijn bovenop. En daar zijn we klaar voor. Kijk eens. Hey. Ja, tief, sorry. Ik wou net even uitleggen hoe de voerboot werkt. Klik net even op het verkeerde knopje, valt alles eruit. Ach ja, je kent het wel. Sanne Principe bij DWV's Team. Kun je mij even die afstand benieuwd aanregen? Leg maar neer. Ai. Sterk. Hoppa, schep je voer erbij. En nu gaan we er wel voor. Pas op. Oh, dat doe ik. Ja, dat doe jij. Nou, we zijn er klaar voor na 2 pogingen. Hoppa, we smijten erin. Dan gaat het beugeltje van de hengel open. Ga opletten, hè? Jij moet de volgende hengel. Ja, aan. Ik let op. Oké. Even een rondje van de raad. Dan gaan we ongeveer naar de overkant varen, 2 meter voor de kant. Dan drop ik hem. Goede plek, veel gevangen in het voorjaar. En de andere hengel kijken we zo. Nou, er wordt hier over het algemeen best wel veel gevist. Niet hele bijzondere vissen, maar ja, toch wil ik een beetje dressuur doorbrekend zijn. Dus we gaan vandaag vissen met een toploodje en met een slappe lijn. Dus zou je denken, Daniel, waarom nou een toploodje? Er varen hier helemaal geen boten. Maar dat doen we, omdat die vis die lijn echt niet meer zien. En we moeten vandaag sowieso vis vangen. Met wat gaan we vissen vandaag? Met een loodje. En wat hangt aan? Borrelnootjes. Nee, tijgenoten. Oh, tijgenoten. Lekker, lekker. Okay, die heb ik er zelf aan gedaan, ook heel belangrijk. Ja, ja. Heb ik heb er alles geleerd. Ja. Nou, mag jij... Dus die halen we er doorheen? Die... Nee, via de andere kant. Via de andere kant. Vanaf onder. Oké, zo. Ja, loodje er doorheen. Met haakje. Met het haakje. Oké, dan mag je het kleppen dicht doen. Klepje dicht, dan ga ik de boot in doen. Oké, ik heb hem loslaten. Yes. Oké, dan moest hij hieronder of niet? Nee, die hou je nog even uit. Mag je nu met je mooie gelukte nageltjes een schep uit de emmer pakken? Kom. Ga je vanaf beneden? Beneden ligt het lekkerste. Vanaf beneden? Ja, daar liggen de kleine nootjes. Oh ja. Ja, zie je? Oké, dan leg je nu het aasje erop. Oh, dit voelt echt... Heel smerig, hè? Heel smerig. Ja, gewoon erop leggen. Ja, die mag je erop leggen. Een beetje zo aan de andere kant. Kijk, toppetje. Je mag nog wat van deze zooi erop strooien. Pellets noemen we dat. Ja. En die, als die in het water belanden, dan lossen die langzamerhand op. Hoeveel? Ja, doe maar een beetje. Meer. Niet te zuinig. Dit is niet een beetje. Ja, zo is goed. Okay. Brazen mag voelen. Als we een brazen vangen, dan is die voor jou. Nee. Jawel. Nee.
En ja, we gaan de boot uitvaren. Mag je ook zelf doen? Ja, ik kan dit toch niet. Ja, belangrijk is als je aan de linkerknop zit, dat die open gaat. Dat is een Zuid-Azië. Oh, ja, naar rechts. Ja, oké, okay, ja. Mag je naar de overkant varen? Kijk eens. Weet je, maakt het uit welke kant op? Ja, ietsje meer naar links naar dat boompje toe, bij de lantaarnpaal. Oké, okay, oké. Okay. Daar gaat ze, hè. Eerste ervaring met de Nanotech. Oh, oh, oh. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Gewoon lekker rechtdoor blijven varen. Oh, verdomme. Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Vrouwen en technologie. Wie is hier degene die een autorijbewijs heeft? Ja. Dat ben ik. Ja, oké. Okay. We praten niet veel. Yes, lekker aan de kaas en aan de hoppies. Dat is gezellig, toch? Ja. Je lekker chappen. Gezelligheid. Nou, de hengels liggen op scherp. Het begint ondertussen donker te worden. En ik verwacht dat binnen nu en een uurtje die hengels weer afgaan. We liggen tenslotte al een uurtje in. En we gaan ervoor. Eet smakelijk. Dank je. Ja, ja, ja. Dank vissen. Ja? Ja, dus we hebben er eentje. We hebben de eerste vis! We hebben een geluksbrenger, onze bezoekster. We hebben bezoek van Lily. Papa, wow, dat was echt een mooie shot, hè? Eraf, hij is eraf. Oh. Ik zweer, hij is eraf. Is hij eraf? Hij is echt eraf. Dat meen je niet. Ja, ik maak echt een grapje. Nou jongens, mooi begin van de sessie. Waarom verpest je het nou? Ja, waarom verpest je het nou? We zouden toch karpers vangen? Ja, dat... Ik beloof dat er nog eentje aankomt. Hallo, in één keer, ik heb de spanning op de lijn en in één keer, boem, voel het haken uit je bek schieten. Ja, dat kan ik vrij weinig gaan doen. Het was echt een karper. Hoe werkt zo'n stoel? Gewoon zo. Ja, dat zat er zeker ook. Ja, dat zat er ook op. Dit is helemaal kut. Kijk, die haken is zo scherp. Kom maar dichterbij kijken. Kijk, vlees pakt hij ook gewoon. We zijn geüpgraded van 1 naar 2. We hebben er 1 binnengehengeld. Wat is er net gebeurd? We hebben er 1 binnengehengeld. Oh. Van Willy. De pieper ging af. En? Dus toen heb je hem binnengehaald. Ja. Ja. En toen bleef hij dus niet in zijn mond haken. Dus toen is hij eraf gevallen. Nee, dat meen je niet. Ja, dat meen ik echt. Drama. Ja, daar ben ik niet zo blij mee. Hoe bevalt de ervaring tot beden? Koud. Koud? Koud. Ja, we hadden wel een beter dag kunnen hebben. 30 graden, ja. Zonnetje. Ja, had wel beter geweest. Maar het is leuk. Het is leuk. Het is gezellig. Dat scheelt. Nu nog een karper vangen. Nu nog een karper vangen. Kromme toppen. Niet te stoppen. Moet je kijken naar die top. Kijk hoe krom die zat. Ho, ho, ho. Ik moet even snel binnen draaien. Nou, we hebben net die vis verschild. Het begint net met regenen. En hoe lang ligt die in? Een kwartiertje? Half uurtje? Ja, half uurtje denk ik. Half uurtje. En hij gaat gewoon. En het begint te regenen als een malle. Kut, we moeten de schepping nog uitklappen. Welk schep net? Ja, ken je lachen, Dils? Dit is... Ja, ik wou! Dit is de pijn van de visser in zijn ziel. Recht vanuit zijn ziel. Is dit een schepnet? Ja, dat is een schep, maar die hebben we niet meer nodig. Ja. Je bent lekker op tijd, Lil. Kijk. Als je dit ziet, het slappe lijntje, dan kun je ongeveer voorstellen wat er gebeurd is. De vis zwemt zich hier onder de eigen kant. Met een visveilig systeem. Het riet in. En wat gebeurt er vervolgens? De lijn breekt. Binnen 1 seconde. Godverdomme, joh. De tweede vis in een half uur die afschiet. Met een lijndruk. Dit kan echt niet hoor, Daan. Mag ik alles weer knopen? Nou... Hier ga ik niet voor mee, hè? Nee, ja. Mijn trots zakt me een beetje in de schoen eigenlijk. Dat het een goede visser was. Oh ja, gaan we dit verhaal krijgen. En nu? Nu ga wat ik blijkt? Nieuwe, ja, nu ga ik een nieuwe omlijn knopen. Maar ik bouw hier echt van. What the fuck is het hier voor geen? Ben je een prank met mij aan het bijdalen? Of, ja. Dat dacht ik al. Ben je ingehuurd? Hoe kan dit nou weer? Hey. Hier, om dat kantje. Oh, lekker dan. Yeah. Lekker. Kleine speler. Klein? En hij is weg. We gaan een dikke pak vangen. Een hele goede morgen. Het is aan het waaien. Bizar, maar het is toch wel gelukt. We hebben hier een karpertje in de sling liggen. Net gevangen, een uurtje geleden. We zijn net wakker. Hier aan deze hengel. Hangt er een karpertje. Hey,
morning, Sunshine. Heb je lekker geslapen? Ja, lekker in het windje. Kijk, het zonnetje ben ik hoor. Even een biertje. Ga je de kar even binnenhalen? Ja. Karpjes binnenhalen. Rustig aan, niet touw trekken. Yes, we hebben een full experience. Hey. Dus de gebroken helmet op, Ja. Pas op. Rustig aan. Oh, het is ongelukkig, maar waar? Ja. Ze houdt hem in één keer goed vast. Ah, ben je blij? Ik ben echt heel blij. Zelf gevangen, met hengel door midden gebroken, dat wel. Dat wel. Ik stuur je een factuurtje op. Ja. Eigen risico. Oh ja. En wel de full experience. Kijk, punt draaf, ja. Becky. En dan heb ik ook voor het eerst vis vastgehouden, voor het eerst vis gevangen. Zo, lekker. Heb je ook lekker geslapen? Ja. In de kut weer. Ah, wel lekker hoor. Hij mag weer zwemmen. We hebben mooie foto's. Ja. Zelfs een polaroidje. Lekker. Zet jij hem terug? Ja, als je me uitlegt hoe. Hey, we gaan... I did it! Hey, tik hem aan. I did it! Lekker. We gaan eens even de schade opkijken. Het zal ook weer eens niet. Kijk eens jongens. Kapotte hengeltop. Prachtig. Vrouwen en hengeltoppen. Ja, weet je, je moet er iets voor over hebben. Nee, ik vind het helemaal best. We hebben hier nog een visje nummer 2. Die gaan we ook gelijk op de film zetten. Ah, kom eens even, maat. Nou. Is die grote? Ja. Gaan we door de knietjes. Kijk, hier is hij dan, vissen. Oh, jee. Ja, dat geintje ken ik ook wel weer. Hier is hij dan, visje nummer 2. Hij heeft echt prachtige beschubbing hier bij de staart. Een dwalenschubje noemen we dat. Ah, wat zou die zijn? Een kilootje of 6, 7? Iets groter dan die van jou, volgens mij? Ja, iets groter. Maar ja, we gaan wel lekker gaan zwemmen. We gaan een foto schieten. Dan gaan we ze even lekker ontbijten. Even lekker ochtendgymnastieken. En dan misschien maar eens inpakken. Goed idee, het is aardig koud. Ja, het is koud, hè? Ja. Zo, hij is Lucio. Nou, toch wederom 2 vissen kunnen vangen. Ook 2 verspeeld. We hebben lijnbreuk gehad, hengel gebroken, kut weer gehad, het gaat zo meteen ook nog eens regenen. Maar het doel is wel geslaagd, toch? Het is gelukt. Ja. Maar hij ziet er super saai niet uit. Voor de vrouwtjes. Voor de vrouwtjes? Ja. Oeh, laat even zien voor de chickies. Oh, you touch my tralala. Dat is gekomen, hè? Hey. Nou, en vanaf dit moment was de camera leeg, dus we doen het nog maar even zo. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wil je niks missen? Abonneer voor meer. Elke dinsdag weer een nieuwe video speciaal voor jullie. Tot volgende week.